Ik slaap al met een douche. Wow, mijn haar is nice. Oké. Vlog 36! Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Julie en ik ben hier niet alleen, dames en heren, jongens en meisjes. Hier is niemand minder dan Nikki! Jullie kennen haar uit mijn vorige vlog. Ze heeft nog bij mij in de klas gezeten in 7GRM. Maar Nikki wou al heel lang eens een FFF-avond doen, omdat ze dat altijd zag op mijn snap en in mijn vlogs. En dat is eigenlijk friet, fondue en naar familie kijken. En dat gaan we vandaag doen. Familie kijken op voorhand, dus wij kunnen spoilen, maar dat gaan we niet doen. Hey. En gewoon kei lekker eten. Boom! Wat, Nikki? Chili! They don't know about the things we do. Oké, voilà, Nikki is naar huis, maar er zijn weer andere feestvarkens in mijn huis! Yeah! Oei, wacht, we zien u niet door de toog. Oh, wow. Nee, Charlotte is 18 jaar geworden vorige week. Allee, deze week, maar voor de vlog is het vorige week. Ja. En wij gaan een stapje in de wereld zetten. En, ja, voilà. Letterlijk of figuurlijk? Wat? Ja, letterlijk, hè. Voilà, een stap in de wereld. Nee, wow. Oké. Okay. Lekker aperitief, hè. Ja, Ela, wij moeten rijden. Nee, ik moet rijden. Maar Charlotte die vliegt er wel in. Maar dat is niks, hè. Ik ben een boef, ik ben een chill. Weer stress, doe je dingen, laat het zakken dan. Je bent niet serieus, je bent grappig, man. In een België en... Je zus heeft een ver België, boeien. Ik doe je, ik doe je, ik doe je, ey, ey. Ik slaap al met een douche. Dag allemaal, het is zaterdag, herfstvakantie, 7:30 in de ochtend. En ik ga naar de bakker voor mijn mama. Zie eens over een perfecte dochter dat ik ben. Nee, oké, het is omdat ik naar Walibi moet gaan. Allee, moet. Ik ga naar Walibi. Ik ben echt nog dood. Ik was laat in mijn bed. Allee, of vroeg. Het is vanaf dat je bekijkt. Niet veel geslapen. En dan vandaag de nocturne in Walibi. Dus dat is zeker tot 10 uur waarschijnlijk dat we in Walibi gaan blijven. Ik hoop dat we een beetje vroeger doorgaan. Maar goed. En dus ja, ik moet toch heel vroeg opstaan. Omdat ik mijn vrienden nog moet gaan halen. Dus kan ik mij even gewoon een bedje gaan halen voor mijn mama. Hè? Allee, ja. Ik bedoel, bijna elk weekend sta ik op, staat er een ontbijt klaar voor mij. Dank u mama daarvoor, echt, en voor alles. Mama, ik hou van u. Echt waar, ik heb de beste mama van de wereld. This is my story, this is my song. And if you feel me, then sing along. Cause we're all the same. Als zij dagske Walibi zit erop. Het is nu iets na middernacht en ik ben thuis aan mijn bed. En mannetjes, ik ben KO. Ik vond het echt een superleuke dag. Het was zo Walibi Halloween, dus dat is zo altijd ja, iets specialers. En het is ook, ja, we zijn ook laat gebleven, dus we hebben attracties in het donker gedaan. Dat was ja, echt super. Dat is eigenlijk altijd zo, hè. Als je het niet ziet zitten of je hebt echt geen goesting in iets, dan zijn dat eigenlijk de leukste dagen en de beste momenten die je hebt. Dat is... Deze morgen had ik
echt geen goestie, maar echt geen goestie. En ik heb een geweldige dag achter de rug, dus... Sorry. Dus voilà, het was echt een superleuke dag. Goed, ik begin vandaag met een beetje meer fruit eten. En je kunt natuurlijk ook gewoon een banaan pakken en hem beginnen opeten. Of een appel pakken en er beginnen in te bijten. Maar je kunt het ook leuker maken door er iets kunstig van te maken. Hello world. Oké, we zijn hier een spelletje aan het doen en elke keer dat iemand iets zegt, moet het eindigen met Julie is perfect. Ja, Julie is perfect. Oké, okay, Julie is perfect. Ja, Julie is perfect. Julie is perfect. Toch heb ik iets gedaan, Julie is perfect. Oké, okay, het is Halloween, dus we moeten ons een beetje schminken. Ja, zo last minute. Hier staat zo schmink op tafel, dat is wel keineig. En we mogen niet binnen zonder schmink, dus ja, we hebben zo'n beetje... Nou, iets gedaan. Make it last forever. Ja, het moet toch weer mij overkomen. Hè. Ik heb dus een nieuwe simkaart. Dat is mijn oude. En dat is het bakje waarin je je simkaart moet insteken en dan in je iPhone steken. Ik weet niet, ik was een beetje verstrooid en ik heb mijn simkaart daar gewoon zo in gestoken. Zonder dat bakje, dus nu krijg ik het er niet meer uit. Ja, het is ook niet dat ik naar mijn ma kan bellen van mama, ik heb een probleem. Hè. Ah, via internet misschien, via Facebook. Ja, zelfs wat kan zij eraan doen? Oh! Voilà, het probleem met de simkaart is opgelost. Mijn mama, dat is gewoon mega Mindy. Dat is... Die kan alles! Ik weet niet hoe ze het gedaan heeft. Ze heeft hem eruit gekregen, die simkaart. En dan heb ik hem in het bakje gelegd en terug in mijn gsm gestoken. Ja, ik kan het niet laten zien, want ik vlog met mijn gsm. Dus ja, dan kan ik mijn gsm niet vloggen, omdat ik vlog met mijn gsm. Ja, zwart. Ik ben nog altijd een beetje ziek, dus... Mijn mama heeft mijn beste vrienden in huis gehaald. Mr. Siroop en Mr. Neusspray. Wauw, mijn haar is nice. Oké. Okay. Er is vanavond een verjaardagsfeestje. Dus ik moet nog een cadeau vinden. Maar wat geeft je nu cadeau bij een verjaardag? Ik ben er echt slecht in. Wat kun je geven? Dus... Ja, voilà. Ik denk dat ik een verjaardagskaart ga kopen. En dat ik er dan gewoon iets ga inschrijven. En voilà. Ja, ik weet niet wat ik moet geven met verjaardagen. Hè. Dus, ja. Mijn aanwezigheid, mijn eeuwige vriendschap. Hey, ja, ik heb het cadeau gevonden. Maar voor alle zekerheid ga ik ook een kaart kopen. Voilà, ik heb de verjaardagskaart gekocht. Boom! In troost, ja, het is een meisje dat verjaart. En het thema van haar verjaardagsfeestje is All Around the World. Dus, daarom heb ik een pet op van New York. En ook mijn trui van New York. En daaronder mijn t-shirt van New York. Raad waar ik een paar jaar geleden naartoe ben gegaan. Juist, New York. Dus voilà, ik had dat nog in mijn kast hangen. Ik dacht eerst iets met Spanje te doen. Maar toen zag ik die pet en die trui en ik dacht van... Ja, nee, kom, ik ga New York doen. Want ja, ik heb al zoveel in Spanje gedaan. Bijvoorbeeld vorig jaar met wat was het, een sportdag of zo, was het thema ook de landen. Verschillende landen. En daar was ik ook al Spanje. Dus ik dacht van, ik ga nu eens iets anders doen. En voilà, kijk, New York. Oké, Aurore heeft het thema goed begrepen. Zij is echt... Oh. In het thema All Around the World, hè. Als wat zeg je? Tunesië. Een Tunesisch ding, ja. Ik weet niet hoe hoge hakken, Tonis. Wacht, wacht, uw dingen. Tijn, hoe kun jij daarop lopen? Savio qua. Maar zelfs zo is hij niet groter als mij. Dus. Oh. We moeten een hele stijle trap op. Succes. Niet vallen, hè.
sorry dat ik even kom storen. Normaal zou nu de outro moeten komen en is de vlog gedaan. Maar ik heb nog een speciale mededeling. Mijn kanaal heeft momenteel 299 abonnees. Dat wil zeggen, nog één abonnee en we zitten aan de 300. Woo! Ja, ik ben daar blij mee. Heel erg bedankt aan iedereen die zich al geabonneerd heeft. Maar ben je nog niet geabonneerd, druk dan op deze knop alsjeblieft. Jij kan de 300ste abonnee worden of meer. Druk op deze knop, maak mij gelukkig en tot de volgende keer. Bye bye.